welkom bij deze nieuwe video. Ik ben echt doodbericht door jullie of ik de Zara Foundation wilde testen. Ik wist niet eens dat er een nieuwe foundation was van hun. Dat heb ik echt geleerd door jullie, dus bedankt voor alle berichtjes. Dus ik heb hem besteld. Ik heb zowel de nieuwe foundation als de concealer besteld. Want ik dacht, dan knal ik die er ook gewoon gelijk bij. En dan kunnen we gewoon gelijk vandaag de hele dag deze twee producten reviewen. Ik ga ook een full day wear test doen. Dus ik hou de make-up ook de hele dag op. En dan kunnen we zien, ja, hoe lang het gewoon goed blijft zitten. Ik heb ook al eerder een hele video gemaakt over een heleboel Zara make-up. Die video staat al online op mijn kanaal, dus ga die ook zeker eventjes bekijken als je meer wilt zien over Zara make-up. Maar destijds was er dus nog geen foundation en concealer. Dus ja, ik ben echt heel erg benieuwd. Ik herinner me niet meer precies wat ik van alle Zara make-up vond, maar volgens mij was het over het algemeen best wel oké. En het is allemaal ook niet al te duur, dus ja, ik ben heel benieuwd. Ik hou sowieso van de Zara. Ik hou van hun kleding. Dus ja, ik ben benieuwd of de make-up net zo goed gaat zijn. Dus dat is wat we vandaag gaan doen. Vind je het nu wel leuk? Vergeet dan niet alvast te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn 4 video's in de week. En dan gaan we snel beginnen met deze review. Oké, laten we beginnen. Ik heb dus nog helemaal geen make-up op. Het enige wat ik heb gedaan is mijn wenkbrauwen, dagcreme. En that's it. Oké, we gaan dus beginnen met de nieuwe foundation. Dit is de Zara Limitless Soft Matte Foundation. De verpakkingen zijn allemaal gewoon heel sleek, heel minimaal. Dat is zo met al hun make-up. Het ziet er allemaal gewoon een beetje zo uit. Je kunt het niet heel goed zien op beeld, maar hier staat heel groot op Zara, zo glanzend. Kijk, je kunt het zien, de verpakking is mat en dan zo glanzend staat er heel groot op Zara. Ik heb de kleur W923 en je hebt in totaal 50 kleuren. Dat zijn echt een heleboel kleuren. Ik heb het gewoon online gegokt, maar als ik er zo naar kijk, lijkt het wel een goede kleur voor mijn huidskleur. Dus ik denk dat ik het goed heb gegokt. De verpakking is ook weer simpel, maar wel zo uniek, want hij is zo schuin afgesneden. Zie je dit? Dus je legt hem zo schuin neer. Hij blijft ook gewoon echt wel gewoon goed staan. Dus dat is top. En het heeft zo'n pomp. Ik zeg altijd pump, maar het is gewoon pomp. Dit flesje is 30 ml en dat is een normale hoeveelheid voor foundation. Oké, laten we eventjes de claims bekijken. Het is een lichte foundation die lang blijft zitten met een matte, zachte afwerking met intensiteit naar keuze. Deze formule blijft tot 12 uur zitten en helpt ophoping van huidvet te beheren voor een onberispelijk uiterlijk. Verkrijgbaar in 51 tinten voor elke tint en ondertoon. Oh, er zijn 51 kleuren, dus eentje meer dan dat ik dacht. Hij moet dus 12 uur blijven zitten, dat gaan we vandaag ook zeker testen. Het is nu pas 11 uur, dus ik ga hem echt de hele dag ophouden. En het helpt ophoping van huidvet te beheren. Dus het gaat waarschijnlijk dus ook goed zijn voor mensen met een vettige huid. Heb ik niet. Ik heb normaal tot droog. Maar dat maakt verder niet uit. Dan kunnen we gelijk zien of je te droog gaat zijn voor iemand met een droge huid. Zachte matte finish. Daar ben ik op zich wel blij mee. En er staat op intensiteit naar keuze. En dat houdt dus in dat hij opbouwbaar moet zijn. Dus je kunt gewoon voor een lichte dekking gaan. Een medium dekking of een volledige dekking. Wat jij wilt. Nou, ik ben benieuwd. Laten we hem gewoon gaan aanbrengen. Ik breng hem aan met zowel mijn spons als deze kwast. Deze twee gebruik ik allebei voor foundation. Ik gebruik eigenlijk altijd de spons. Maar omdat het een testvideo is, wil ik zien hoe die aanbrengt met een kwast. Deze kwast is van Morphe. Dit is de E63 kwast. En dit is een spons van Real Technique. Ik ga wel eerst eventjes mijn gezicht primen met de By Kelsha Gold Elixir. Deze heb ik heel vaak gebruikt, dus ik weet hoe die werkt. Ik vind het altijd belangrijk om met dit soort video's een primer te gebruiken die ik al ken. Want dan als er iets raars gebeurt, dan weet ik in ieder geval dat het niet aan de primer ligt. Ik ga het hier aanbrengen met de kwast en hier met de spons. Ik ga beginnen met de kwast. Ik schud hem. Ik weet niet of dat moet, maar ik doe het gewoon. Zo. Oeh, de kleur is volgens mij echt een perfecte match. Ik denk dat ik iets te veel heb gedaan voor slechts de helft van mijn gezicht. Wow, ik heb de kleur zo goed gegokt. Ik zie gelijk al een volledige dekking en hij is inderdaad echt mat. Het heeft geen lichte dekking. Oh wow, het is echt wel mat hoor jongens. Ik ben zo blij dat ik de kleur goed heb gegokt. Kijk even hoe perfect het matcht. Heel blij mee. Ik denk nu al dat mensen met een vettige huid hier echt wel blij mee gaan zijn. Want het is echt wel best wel wat mat. Ik vind het niet eens per se soft mat. Ik vind het gewoon echt mat. Oké, ik heb het nou voor de helft aangebracht. Dus hier wel, hier niet. Kijk even het verschil. Het heeft het echt helemaal mat en smooth gemaakt. Ik vind het wel mooi hoor. Ik heb wel een beetje te veel aangebracht, maar dat ligt echt aan mezelf. Maar ik ga er zo meteen nog overheen met de spons. Ik denk dat als je echt voor een goede volledige dekking wilt gaan, je het moet aanbrengen met een kwast. Oké, dan ga ik het nou aan de andere kant aanbrengen met de spons. Dat vind ik ook altijd gewoon het fijnste. Ik ga hier even iets minder aanbrengen. Ik heb geleerd van mijn fout.
Ja, ik denk dat dit gewoon een foundation is die ik gewoon altijd zal aanbrengen met mijn spons. Dat vind ik gewoon het fijnste. De enige foundations die ik aanbreng met een kwast zijn vaak glanzende, dus dewy. En deze is gewoon echt mat. Dus dan vind ik altijd gewoon een spons beter. Oké, dit zijn er nou allebei de kanten. Dit is dus met de spons en dit is met de kwast. Ik ga nou even ook over de andere kant heen met de spons, omdat ik daar dus iets te veel heb aangebracht. En een spons absorbeert een beetje product. En dan kan ik het een beetje minder maken en ook wat meer smooth maken, want ik druk het nou een beetje zo in de huid. Wauw jongens, tot nu toe vind ik hem wel echt mooi. Let wel op, het is gewoon echt een volledig dekkende matte foundation, dus daar moet je van houden. Als jij meer houdt van een natural look, dan gaat dit hem niet worden voor jou. Maar als je ervan houdt om er mooi smooth uit te zien, of als je veel oneffenheden hebt of acne wat je graag zou willen bedekken of whatever, dan is dit denk ik wel echt ideaal. Nou gaan we in met de concealer. Dit is de Zara Luminous Creamy Concealer. Oké, dit is dus de Luminous Concealer. Dus een glanzende concealer. Dus ik denk dat die niet zo mat en dik gaat zijn als de foundation. Ik heb de kleur N915. Ook weer diezelfde verpakking als de foundation. En ook deze is zo schuin. Deze is wel een stukje kleiner dan de foundation, obviously. Want het is een concealer. Maar deze blijft ook zo schuin staan. Ik heb één video gezien over deze concealer. En daarin was ze aan het klagen over dat door dit schuin afgesneden gedoe hij niet goed bleef staan. Maar als ik hem zo neerzet, blijft hij gewoon echt gewoon heel goed staan. Kijk. Als je hem gewoon zo neerzet, hij blijft gewoon echt goed staan. Ik ben zo benieuwd naar die applicator. Oh, best wel klein op zich. De verpakking is echt heel bulky, maar dit is echt heel klein. We krijgen 6 milliliter, dus ook een normale hoeveelheid voor concealer. Laten we de claims gaan bekijken. Een cremige formule met speels effect die je gemakkelijk kunt vervagen. Deze foundation die je wat dikker of dunner kunt opbrengen, heeft een satijnachtige afwerking die je gezicht laat stralen. Verkrijgbaar in 36 tinten als perfecte aanvulling op onze foundations. Ik denk dat ze een klein foutje hebben gemaakt in die tekst. Want ze hebben gezet foundation in plaats concealer. Maar het is echt een concealer. 36 kleuren zijn ook weer een hoop kleuren voor een concealer. Qua kleuren heeft de Zara het echt super goed gedaan. Heel veel kleuren, heel veel ondertonen. I love it. Oké, nou deze moet dus een beetje meer creamy zijn en iets meer lichtgewicht. En je kunt hem wat dikker of dunner aanbrengen. Dat zeiden ze ook over de foundation, maar die is gewoon dik. Dus ja, we will see. Ik ga het gewoon aanbrengen. De kleur lijkt ook wel goed. Ja, de kleur is goed. Ik ben echt zo goed in kleuren online gokken gewoon. Het voelt echt heel creamy aan. Het voelt bijna aan als gewoon echt een cream concealer. Niet eens als een liquid. Hij is helemaal niet waterig of zo. Hij is echt wel wat dikker. Wat meer, ja, echt gewoon wat meer creamachtig. De kleur is wel iets donkerder dan wat ik normaal gebruik. Normaal hou ik wel een beetje van een lichte concealer. Deze kleur is ietsje donkerder, maar absoluut nog wel gewoon goed voor mijn huidskleur. Oké, deze concealer is wel een beetje dikkig. Dat wel, hij geeft wel een hele mooie glans. Zie je dit? Dus het is inderdaad echt een luminous concealer. Het is een glanzende concealer, geen matte. Maar ik vind dat op zich wel mooi. Omdat de foundation zo mat was, vind ik het wel fijn dat dit niet al te mat is. Qua dekking is het niet al te veel dekking, gewoon medium. Ik weet alleen niet of ik de structuur heel fijn vind. Dat dikkige crème structuur. Ik weet niet wat ik daarvan vind. Dat voelt een beetje dikkig aan op de huid of zo. Je voelt het beter zitten dan een normale, meer waterige liquid concealer. Maar al met al ziet het er wel goed uit. Mijn gezicht is nu echt volledig bedekt. Oké, nou ik ga gewoon eventjes mijn gezicht afmaken. Ik ga gewoon vandaag voor mijn everyday natural make-up look die ik altijd maak. En dan kan ik zien hoe de rest van de make-up erop aanbrengt en hoe het er op het einde uitziet. De hele make-up look is af. Ik ben lekker gegaan voor fel lipjes. Ik dacht, ik ga gewoon vandaag voor fel roze. Ik heb deze Shine Loud lipstick op van NYX Cosmetics. In de kleur Lead Everything. Dit is dus een roze matte liquid lipstick met een gloss aan de andere kant. En dan wordt het zo'n gloss. Deze blijft echt heel lang zitten. De make-up look is helemaal goed gegaan. Kijk even hoe mooi. Dit is echt mijn go-to make-up look. Gewoon op een alledaagse basis. Maar meestal dan wel met een nude lipje of zo. Maar ik vind het heel mooi. Alles bracht er goed op aan.
gedaan. Let dus wel op, de foundation is echt volledig mat. De concealer is wel meer glanzend, maar voelt best wel dik aan en heeft niet heel veel dekking. Voor nu ben ik blijer met de foundation dan met de concealer. De concealer is nog een beetje een twijfelgeval voor mij. Maar als hij echt absoluut niet gaat creasen en goed blijft zitten de hele dag, dan zou ik hem denk ik straks ook wel gewoon aanraden. Maar voor nu, ik vind me er echt heel mooi uitzien. Het is heel egaal. Dus voor nu vind ik het echt mooi. Oh jongens, ik vind deze make-up look echt mooi. I like it. Het is nu bijna 11:30 in de middag. Ik heb ook vanavond een afspraak om 17:30 volgens mij. Dus ik ga het echt de hele dag oplaten. Hopelijk blijft het goed zitten, anders moet ik verschudden naar mijn afspraak. Maar goed, voor nu ben ik echt wel blij met hoe ik eruit zie. Ik zie jullie straks weer bij de eerste check-in. Ik wil jullie ook eventjes de make-up laten zien gewoon in normaal daglicht. Ik sta nou letterlijk gewoon voor mijn grote slaapkamerraam. En dit is nou hoe mijn gezicht eruit ziet. Wow, deze glow is mooi. Dit is van het Dior Backstage paletje. Echt super mooi. Kijk even dit. De concealer, ja, ik ben niet echt heel blij met de concealer. Ik had iets meer dekking gewild. Vooral hier zo. Je ziet hier nog echt een beetje donker. Maar de foundation is wel echt heel mooi. Kijk hoe dekkend, jongens. Ik heb hier letterlijk twee blauwe plekken en die zijn gewoon helemaal weg. Dus ik ben heel blij. Ik hoop ook dat het goed blijft zitten op mijn neus en rondom mijn neus. Want dat is een beetje mijn probleemgebied. Maar zoals je kunt zien zit het er nu echt wel gewoon goed op. Jongens, ik zit in mijn auto. Ik ga zo naar mijn afspraak. Het is nou 5:00. Of ja, 5:10. Dus bijna 5:00. En dit is nou hoe mijn gezichtsmake-up eruit ziet. Zoals je ziet, het zit echt nog toppie. Het is hier bij de kin een beetje afgegaan. Maar dat is helemaal mijn eigen schuld. Ik at iets van een soep. En het was met allemaal zo van die sliertjes. En die vielen heel tijd zo hier op mijn kin. En dan haalde ik het zo weg met mijn vingers. Dus dat komt echt door mij. Voor de rest zit alles nog helemaal goed. Zelfs bij mijn neus. Ik zie wel dat het een beetje mima eraf aan het gaan is, maar absoluut niks anders dan wat ik normaal gewend ben. Maar het zit echt nog goed. Het is ook nog echt goed mat. En ondanks mijn droge huid is dat ook niet altijd het geval. Dus ja, tot nu toe still going strong. Ik ben weer thuis. Het is nu precies 8:00. Dus ik heb de make-up nou al wel een goede dag op. En dit is hoe het er nu uitziet. Het ziet er echt nog steeds goed uit. Ik begin wel nu te merken dat het vettigheid er een klein beetje doorheen komt. Dus ik heb het nou, hoe lang op? 9:00 of zo? En nu pas wordt het een heel klein beetje vettig. Dus ik denk dat het zeker wel de 12:00 zou halen. Maar dat de laatste uren, vooral als je een vettige huid hebt, je wel een beetje moet bijpoederen. Maar voor de rest presteert het echt goed. De concealer ook is helemaal niet gaan creasen of zo. Het zit er echt goed op. En ook op mijn neus is het goed. Normaal gaat het zo hier zo bij mijn neus plooien. Zo een beetje, ja, cracken, zeg maar. Zo van die scheuren. En dat is helemaal niet gebeurd. Dus ik ben echt impressed met deze foundation. Echter is er wel echt niks soft aan. Het is gewoon mat. Het is een volledig dekkende matte foundation. Dus ja, daar moet je wel van houden. Maar als je dat zoekt, dan is hij echt geweldig. Zelfs de concealer zit ook nog wel goed. Alleen qua dekking vind ik hem gewoon niet zo. Dus daarom zou ik hem niet meer gebruiken. Maar de foundation, jongens, echt topnotch. Kijk even dit, jongens. Jullie zijn nou echt helemaal close-up in mijn face. Ik ga stuk om mezelf. Nou, dit was dan het einde van de video. Vond je het leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog twee video's in beeld die je kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hier om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!